Door de koude weersomstandigheden loopt iedereen lekker in de winterkleren. Alleen dit zit er voor Jonas Brenninkmaier helaas niet in. Ik ben 100 dagen aan het rondlopen met de korte broek. En daarvoor, dat doe ik om geld in te zamelen. Ik heb een leraar, ik studeer hier in Leeuwarden. En ik kwam op een dag gewoon voor de grap met een korte broek naar school. En hij zei, hey, doe je dat voor een challenge? Ik zei, nee, maar dat zou in principe wel kunnen. En zodoende heb ik die challenge opgezet, een beetje dankzij hem ook. Het bedrag dat Jonas ophaalt met zijn actie gaat naar Shelter Suit. Het is een organisatie die maakt slaapzakken, waterbestendige slaapzakken voor daklozen. Ik heb al €1500 ingezameld, dus het is echt heel mooi om te zien hoeveel steun er is. In een korte broek lopen klinkt heel koud, maar volgens Jonas is het nog best te doen. Ja, het is in principe als je hem gewoon aandoet, ja, elke ochtend, heb je ook niet zoveel keus. Dus dan ga je gewoon naar buiten, ga je gewoon je dingen doen en dan op een gegeven moment raak je er gewoon gewend aan. Ja, de eerste dagen waren echt wel lastig, de eerste week moest ik echt een beetje wennen, maar nu heb ik eigenlijk geen gevoel meer in mijn benen, denk ik. Jonas loopt al flink wat dagen rond in zijn korte broek, maar is voorlopig nog niet klaar. Ik moet volgens mij zit ik nu op dag 39, dus dat betekent nog 61 dagen, tot 9 maart. Wordt aan het eind van de challenge gelijk de lange broek weer uit de kast gehaald, of gaat hij toch nog even door? Ik denk dat ik misschien voor het dagje even een lange broek kan doen, om even te kijken, zo voelde het. Eigenlijk denk ik dat ik misschien ook wel doorga, want ik vind het op zich ook wel lekker op zich. Mocht je Jonas nou willen steunen in zijn actie, dan kan je een donatie doen. Dit is een GoFundMe pagina, die kunnen ze vinden als ze op rond Leeuwarden zoeken. Er is ook een Instagram page, Tall Guys Short Pants. Zo kunnen ze mij vinden, denk ik, ja.